Gramang Albert Aboikoni heeft graag dat de Samaka-gemeenschap economisch weerbaar gemaakt wordt. Dit zegt minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen in een telefonisch interview met onze redactie. De minister bevindt zich momenteel samen met een delegatie in het dorp Asidonopo in boven Suriname voor de jaarlijkse kroetoe van de Samaka-stam. De kroetoe heeft als doel de opkomende activiteiten van de Gramang en de ontwikkeling van het gebied met belanghebbenden te bespreken. De lokale gemeenschap is deels afhankelijk van de overheid wanneer het om de watervoorziening en elektrificatie gaat. Volgens minister Akinboto heeft de Samaka-stam ondersteuning gevraagd om zijn verdiencapaciteit te kunnen vergroten. Ja, dat zijn we ook met de delegatie van I Am Good hier, zodat ik ook mij, die ook behoefte had om met groot opperhoofd te praten van dit gebied. Of van gedachten te wisselen over zaken, hoe het gebied verder tot ontwikkeling te brengen. De stresscommissaris was ook erbij. En we hebben gesproken, lang gesproken, heel lange meeting gehad, heel lange groeten gehad. Waarbij we toch wel elkaar de visies of de benadering om het gebied tot ontwikkeling te brengen, met elkaar hebben gedeeld. En daar was de gramma heel duidelijk over. Waarbij heeft aangegeven dat de ontwikkeling van het gebied hand in hand gaat met een eigen bijdrage van de mensen zelf. De ontwikkeling van het gebied gaat ook hand in hand met het stukje zelfredzaamheid, het stukje beginnen, initiatieven ondernemen en van daaruit die ondersteuning te zoeken. Initiatieven ondernemen waarbij de mensen kunnen verdienen en dat ze in staat kunnen zijn om de andere zaken die ze willen doen, die weinig tot geen geld opleveren, dat ze die zelf ter hand nemen. Maar dat ze de push willen in de richting waarbij ze eerst zelf gaan verdienen, projecten die ondersteuning bieden aan hun verdiencapaciteit gaan verruimen, opkrikken. Dat ze daar uitkijken naar die projecten om ondersteund te worden op lange termijn, waarbij er basis is voor afname van goederen en producten die ze gaan produceren. Verder haalde minister Akinboto aan dat de Samaka-gemeenschap ook geïnformeerd is over de overname van de stuwdam. Hij heeft uitgelegd dat de gemeenschap in het binnenland in deze fase geen directe voordelen zal halen uit de overname. We willen ook geen verwachtingen gaan scheppen bij ze. En duidelijk gezegd van nee, we gaan geen nieuwe transmissielijn bouwen vanaf Bakama nu aan deze kant. Misschien een andere fase. Wat ik wel mee heb genomen natuurlijk, de olie- en gasfondsen, die kunnen ook wel wat anders betekenen. Wanneer we in Suriname voldoende mate hebben gezien dat we gasvoorraden nuttig kunnen gebruiken of kunnen trekken. Dat zal dat ook een mogelijkheid bieden voor het opwekken van energie. Dus in combinatie daarmee is het aan het voorgehouden hoe het eruit zal zien. Minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij bevindt zich samen met een delegatie in het dorp Asidonopo in boven Suriname voor de jaarlijkse kroetoe van de Samaka-stam.